Dag mijn lieve Soul Searchers, mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve weegschalen voor maart 2021. Het is een algemene reading, dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk dan eerder naar het sterrenbeeld dat in je maan, jouw Venus of jouw ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Volg mij ook op Facebook, daar post ik iedere dag oraclekaarten. En mocht je meer interesse hebben in een privé-reading, vind je alle informatie op mijn website. Die hieronder ook beschreven, of de link ernaartoe ook te vinden is. We gaan eraan beginnen voor maart 2021. Het gaat een beetje een andere type reading zijn, omdat ik graag afzonderlijk professioneel, financieel en de liefde wil hebben. En daarnaast ook je kracht en de uitdaging deze maand en de uitkomst daarvan. Dus laat me weten wat je hiervan vindt. Heb je liever de oude manier of vind je deze prettiger? Laat het me weten, dan kunnen we zien wat wij het beste kunnen doen voor de maand april. Wij beginnen vooralsnog met twee orakelkaarten. We hebben flexibel. Weegschaal is lenig. Flexibel. Zie ik wel als een mooie kracht van weegschaal. En dat is dus deze maand zeker jouw kracht. En eeuwige liefde, geluk, harmonie en vervulling. Eeuwige liefde. Dus precies, misschien dankzij jouw flexibiliteit, dat je iets positiefs naar je toe trekt. Een bepaalde vervulling. Ik bedoel, met die de regenboog. Deze kaart doet mij denken aan de 10 van Kelken. Gelukkig zijn of geluk na moeilijke tijden. Dankzij die flexibiliteit. We gaan het zien waar dit naartoe gaat. Dus we beginnen met het professionele. Wat moet ik zien op professioneel niveau voor mijn lieve weegschaal? Voor maart, dat is veel te veel. Deze. Werken. Jij gaat werken. Professioneel gezien ga je gewoon lekker werken. Zo. Dan gaan we naar het financiële. Ik ga het verder verklaren hoor. Financieel, alsjeblieft, wat moet ik zien? De aas van staven was wel omgedraaid. Dat is iets positiefs. Een nieuw begin. Dan de liefde, alsjeblieft. De liefde. Dat is duidelijk. Het rad van fortuin. Het tij dat keert. Vervulling. Vervullen van wensen. Mag ik mijn vraag nog stellen eerst? De uitdaging. De 4 van pentakels en de 7 van staven. Oké, wat is dan de kracht deze maand voor mijn lieve weegschaal? Nou. De kracht. We hebben de ster en de hermiet. Wauw. Oké. En wat is dan de uitkomst hiervan? Helder. De koning van zwaarden. Jij. Weegschaalenergie. Aan het einde van de maand sta je in je kracht. Heb jij misschien nieuwe inzichten en kun je beslissingen gaan nemen? Want dat is toch wel de kracht van de koning van zwaarden. Hij is verstandig, verstandelijk, rationeel, weet hoe hij moet beslissen wat het juiste is om te doen en doet dat dus ook. Onderop het dek hebben wij de koningin van Kelken. Kreeftenergie. Veel mensen hebben deze kaart niet per definitie op deze plek, maar emotie. Openstaan, je hart openen. Liefdevol, gevend. Hele andere energie trouwens dan de koning van zwaarden. Maar dit kan jij representeren deze maand. Voor mij is dat een soort van een beetje moederfiguur. Nog niet eens zo'n beetje. Dus heel liefdevol, heel gevend, verzorgend. Geeft soms te veel. Dus denk ook aan jezelf deze maand. Geef ook jou de liefde die je verdient. De zelfzorg. We gaan het zien. Dus op professioneel niveau, daar zijn we snel van uitgesproken. 8 van pentakels spreekt over werken, ambachtelijk werken, werken met bezieling. Dus dat ga ik zo meteen moeten verklaren, want dat je professioneel gaat werken. Nou ja, misschien.
is er inderdaad, want ja, in maart gaan er toch wel wat versoepelingen zijn volgens mij met de maatregelen rond corona. Wie weet, heb je tot nu toe niet kunnen werken, ga je nu wel werken? Is dat de boodschap? We zullen het zien. Financieel niveau hebben we de aas van staven. Dit is een nieuw begin. Normaal gesproken een nieuw begin op gepassioneerd creatief niveau. Doe jij iets creatiefs waar jij nu geld mee gaat kunnen verdienen? We gaan het zien. Maar met een aas zit het sowieso wel een nieuw begin op financieel niveau. Het zou wel tof zijn. In de liefde hebben we dus het rad van fortuin. Het tij dat keert, dit is goddelijke timing. Dit is, je hebt de lessen geleerd uit een bepaalde situatie. Je bent klaar voor de volgende stap. Waardoor inderdaad, nou ja, ik had dat hier al met de regenboog. Nou, moeilijke tijden, het tij dat keert. Dus op liefdesgebied gaat het de goede kant op. De uitdaging. Jezelf verdedigen. Met de zeven van staven, dit is iemand die inderdaad zichzelf verdedigt, zijn standpunt verdedigt. Er zijn obstakels op de weg, maar niks wat hij niet aan kan. Hij staat er zelfs een beetje boven. Die is vol doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, die gaat ervoor. Is het een uitdaging om te vechten voor wat jij wilt? Om je te verdedigen? En we hebben de vier van pentakels. Dit is iemand die stug vasthoudt aan, op materieel niveau in ieder geval, aan zijn bezittingen, aan zijn stabiliteit. We gaan het zien. In de kracht hebben we dus, ja, prachtige kaarten. De hermiet en de ster. Beide spreken wel over nou ja, spiritualiteit, inzichten, spreken over heling. Met de hermiet, maagdenergie, dit is je terugtrekken, het lichtje naar binnen schijnen. Wat wel heel mooi is om deze twee samen te zien, dat is bijzonder. In de lantaarn is niet zomaar een theelichtje, nee, daar zit de ster in verborgen. De ster is een droom, een wens die in vervulling komt, dat is een kracht, dat is emotionele balans. En die zit binnenin jou. En met de hermiet ga je daarna op zoek. Misschien is het tijd, heb je dat al gedaan. Hè? Maar ben je daardoor tot nieuwe inzichten gekomen ten opzichte van jezelf? Heb je dingen nog geheeld? Ben je misschien achtergekomen wat jouw dromen en wensen nog zijn? Na een tijdje dus inderdaad van hermieten. Wat wij allemaal massaal aan het doen zijn of hebben gedaan op zijn minst. Is het eigenlijk een kracht geweest voor jou? Heb je daar iets heel positiefs uit kunnen halen en iets nieuws, een nieuwe balans voor jezelf emotioneel kunnen creëren? En is dat dus de kracht waar je deze maand op uit kan putten? Want dus nogmaals, in de uitkomst, de koning van zwaarden. Verstandig, rationeel, weet wat je wilt. Je staat in je energie, je staat in je element. En voor mijn gevoel hier ook durft een beslissing te nemen. Dus we gaan het zien op welk front. We beginnen met de professionele kant, met die acht van pentakels. Verklaar deze acht van pentakels voor mijn lieve weegschaal alsjeblieft. Voor maart 2021. Dat zijn dus te veel. Met de acht van pentakels onderop. Ik dacht al zoiets te zien. Werken zul je. De vier van pentakels. Allee dan. Oef. Nog een keer de vier van pentakels. Dus deze uitdaging. Is dat op professioneel vlak? Dat zou zeker kunnen. Dus het stug vasthouden aan hetgeen wat je hebt opgebouwd. Aan wat jouw stabiliteit geeft. We hebben hier... Goh, ik heb ze denk ik nooit zo samengekregen in één keer. De hoogpriester en de hoogpriesteres. Spiritualiteit al om. Beide heel wijs. Beide in akkoord met hun hogere zelf. Intuïtief. De hoogpriesteres. Visenergie. Heel intuïtief. Staat in contact met het hogere zelf. Haar hogere zelf. De hoogpriester spreekt over een leermeester. Ook een hoger bewustzijn. Uiteraard.
wat dat met werk te maken heeft. Voor sommigen, want dit is heel, we hebben heel veel spirituele kaarten. Als ik nu nog de gehangene zie, dan is het helemaal rond. Voor sommigen zou dit echt wel spiritueel kunnen zijn. Heb je misschien dankzij de pauze, moment die wij het afgelopen jaar hebben gehad, nieuwe dingen over jezelf ontdekt. En wil jij daar nu aan gaan werken? Wil jij een leermeester zijn op spiritueel niveau? Dit is een hele specifieke boodschap, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het voor de maandreadingen echt al een aantal keren heb gezien en verteld. Dus ik weet niet of in het afgelopen jaar iedereen massaal is ontwaakt of dat het deze maand nog extra gaat gebeuren. Het is iets heel bijzonders, maar we hebben dus ook nog de zeven van pentakels. Dit is, ja, je hebt de zaadjes geplant, je hebt het water gegeven, je hebt eraan gewerkt. Nu is het een beetje afwachten, waar groeit het? Strategie bepalen, waar ga ik nog energie in steken? Waar ga ik mijn focus op leggen? Wat laat ik liggen? Strategie, inventarisatie, even een analyserend moment. Door die vier van pentakels die dus ook terugkomt in de uitdaging, krijg ik een beetje het gevoel van, goh, misschien heb je een job, wil je iets anders wat je intuïtief in ieder geval aanvoelt van, ja, ik, misschien wil je leermeester worden, misschien wil je anderen helpen inderdaad in een bepaalde, als coach of als genezer, healer. Maar hou je nog een beetje vast aan hetgeen wat jouw stabiliteit geeft. Want hier heb ik verdedigen, gaan voor je dromen in de uitdaging. Dus misschien hou je nog een beetje vast aan iets anders. Zit je in een afwachtende modus van ja, ik weet niet hoe ik het ga aanpakken. Nog aan het analyseren. Dat is deze aas, wauw, van staven in de financiële situatie. We hebben de keizer. Overvloed, overvloed. De keizer, ramenergie, oppervaderfiguur. Ook dat krijg ik het gevoel dat iedereen door hun vader financieel gesteund wordt deze maand. Maar dat kan jij voorstellen. Dat kan iemand zijn die jou iets aanbiedt, wat op financieel niveau ook echt een nieuw begin kan creëren voor jou. Ga. We hebben hier ook weer al de acht van pentakels werken. Is dit nieuw begin je passie? Een nieuwe passie dat dus op professioneel front is. Want ja, die acht van pentakels is niet alleen werken voor het geld, maar ook echt uit bezieling, uit passie. Ga je inderdaad op professioneel niveau je passie volgen? Ga je een nieuw begin creëren op creatief of gepassioneerd niveau? Wat dus ook uiteraard invloed gaat hebben op je financiën. Als dat zo is, ziet het er financieel heel erg goed uit. Want de keizer, die heeft alles wat zijn hartje begeert. Overvloed ten top. Is ook zelfstandig. Eigen baas, is van niemand afhankelijk. Dus is dit een zelfstandige onderneming? Ziet het er een positieve, vruchtbare onderneming uit? We hebben hier ook de negen van zwaarden. Slapeloze nachten, veel kopzorgen. Dus heb je daar veel kopzorgen over gehad? Heb ik nu wel het gevoel dat hier deze maand daar veel meer rust gaat krijgen? De gehangene. Die miste ik dus nog voor onze spirituele ontwakening. Dus die kopzorgen, daar ga je achter je kunnen laten. Ook al, of misschien denk je er nog wel over na. Maar ik krijg het gevoel dat dat niet nodig is. Met de keizer, wie weet, is dat iemand die je inderdaad steunt, begeleidt? Is dat een samenwerkingsverband?
Want ja, hoogpriester en hoogpriesteres te samen, dit zijn, ja, dit is een spirituele, sterke connectie. Dus. Is dit een samenwerkingsverband? Kan. Dan ziet het eruit als een mooi nieuw begin, maar eigenlijk ook wel een hele vruchtbare, een vruchtbaar nieuw begin. We gaan even verder zien. Met het Rad van Fortuin, daar ben ik wel benieuwd naar. Het tij dat keert. Welke richting op? Waar gaat het naartoe? Voor de liefde alsjeblieft verklaar het Rad van Fortuin voor mijn lieve weegschaal. De vijf van zwaarden. Er zijn conflicten geweest. Het zijn dus ook weer een beetje te veel. Maar hè. Ook zeg. De ridder van Kelken onderop. Een verontschuldiging. Een liefdevolle boodschap. Dus het tij dat keert. Waarom heb ik 6 kaarten nu? De schildknaap van Kelken. Een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid op liefdesgebied. Dus het tij dat keert. Nou ja, was je single, gaat dat dus een einde aankomen. Was het moeilijk, gaat er een... Want ja, ik heb de 5 van zwaarden. Dit spreekt over conflicten. Ik heb de 5 van kelken. Dat spreekt over verlatingsangst, bindingsangst. Bang om alleen achter te blijven. 2 5'en. We hebben de judgment, het oordeel. De wedergeboorte. Dus zit je in een relatie, zijn er veel kopzorgen? Of geen, ik zeg kopzorgen omdat bij deze ziet het eruit als kopzorgen. Dus ik zeg het misschien per ongeluk niet voor niks. Waren er kopzorgen? Waren er conflicten? Was je bang om achtergelaten te worden? Heb ik hier precies het gevoel van de tijd gaat keren. Er is een nieuw begin. Een verontschuldiging en er wordt liefde geuit van beide kanten. Want we hadden de page van Kelken hier en de ridder van Kelken daar. We hebben hier de koning van Pentakels. Steenbok-energie. Oh, ja, met de duivel. Steenbok-energie. Heb je te maken met een steenbok? Ik moet zeggen, de keizer is voor mij ook wel heel aarde-energie. Ze zeggen altijd dat het ram is, maar voor mij persoonlijk voel ik meer ook aardetekens. Stier maar steenbok. De hoogpriester is stier, dus we hebben heel veel aarde-energie. Dus ja, met die eeuwige liefde hier, geluk, harmonie en vervulling. Er komt hier inderdaad het tij dat keert. Misschien, ik bedoel, met de duivel. Ja, dat zijn ongezonde verhoudingen. Dat zijn ook ongegronde angsten. Dus waren die conflicten gebaseerd op bang om bijvoorbeeld verlaten te worden? Maar daardoor is er iemand die heel obsessief en gaat claimen of gaat controleren of argwanend gaat zijn uit angst. Waardoor er conflicten zijn geweest. Hele specifieke boodschap, maar het is een voorbeeld, zoiets. Gaat de tijd dus deze maand keren? Gaat er een rust komen? Gaan er liefdevolle gesprekken zijn? Voor de mensen die single zijn, zou dit absoluut nieuwe liefde kunnen zijn dat Jan kant opkomt. Wat ik zeg, dat kan een steenbok zijn. Met de koning van Pentakels, ja, dat is iemand die financieel, materieel, alles op orde heeft. Meer heeft dan dat hij nodig heeft. Daar ook heel vrijgevig in is. Nou ja, in deze beeld, in deze afbeelding zie je ook duidelijk wijs, grijs. Met de hond, dat is loyaal, dat is trouw. Dit is echt wel een koning die we graag zien komen. Dus... wijs, betrouwbaar, loyaal. Het is een nieuwe ronde in de liefde. Verklaar deze uitdaging alsjeblieft.
De Koningin van Staven. Over een zelfstandige onderneming gesproken, zou het zeker kunnen zijn dat je daar nu nog echt, dat je dat nog aan het opbouwen bent. Of dat je aan het kijken bent van oké, hoe ga ik dit nu aanpakken gezien de restricties of... Maar wel vol passie. Ik bedoel, de Koningin van Staven, leeuw, boogschutter energie, is zelfstandig, ondernemend, gepassioneerd. We hebben een koning van Kelken, visenergie. Dit is een koning die ook emotioneel... Hadden wij de Koningin van Kelken niet, ja? Oké, dan... Sterke connectie. Dus, de Koning van Kelken, goh, ja, die heeft ook wel weer te maken met... dit kan betekenen namelijk spirituele gaves ontdekken. Dus ja, met die spirituele ontwakening, voor de mensen die dat aanspreekt. Je hebt je passie gevonden, je staat in je kracht, je wilt daar iets mee doen. Spirituele gaves ontdekt en je bent in akkoord met je gevoel en je wilt dat delen. En we hebben de Ridder van Zwaarden, Waterman-energie, ook wel een beetje jouw energie natuurlijk, lucht. Dit is een ridder die weet wat hij wilt, die gaat en die gaat snel. De snelste ridder die er is. Beetje roekeloos, een beetje impulsief. Dus hele andere energie dan deze stilstaande energie op professioneel niveau van bedenken, inventariseren. Ik zeg stilstaand omdat de hoogpriesteres beweegt niet zoveel. Die weet alles. Maar er is niet per se actie bij. Hoogpriester ook niet per definitie. En dan hier hebben we ineens... Hij zit ook gewoon rustig te mediteren. Zij zit ook gewoon rustig te mediteren. En deze die gaat. En die gaat snel. Dus is het inderdaad een beetje een uitdaging om snel vooruit te gaan door de omstandigheden. Een evenwicht te vinden tussen de snelheid en tegelijkertijd de verstandige route kiezen. Ik heb hier wel wat twijfel onder. Is het een uitdaging om het uit te spreken naar de buitenwereld toe? Om jouw waarheid uit te spreken. Dat heel veel mensen daar niet voor openstaan. Met de vier van pentakels. Dat is, ja, dat is emotioneel niet echt open. Mentaal, nee. Die houdt vast aan wat hij gelooft. Aan hoe hij de dingen beziet. Dus. Dan beter andersom. Zo. Heb jij het gevoel dat jij je standpunt en je dingen moet verdedigen, maar je stuit tegen een soort van muur? Dit kunnen namelijk mensen om je heen zijn, hè? Vrienden, familie, kennissen, waar je ja, de discussie mee aan wilt gaan, maar niemand is er precies open voor. Ook wel heel specifiek, maar goed. Wat is dan deze kracht alsjeblieft voor mijn lieve weegschaal? De zes van zwaarden, de negen van pentakels en de keizerin. Ja, dus we hebben hier ook nog eens de keizer en de keizerin. Dus... Het kan zijn dat jij volledig in balans bent tussen jouw mannelijkheid en jouw vrouwelijkheid. Het kan zijn dat jij hier te maken hebt met een hele krachtige, sterke connectie. Ik bedoel, de keizerin ja, is mijn favoriet. Hier is zij ook nog eens zwanger van de wereld. Dus ja, zij creëert haar realiteit. Zij is liefdevol, charismatisch, gevend, overvloedig. Alles heeft ze. Zij weet de wet van de aantrekkingskracht te gebruiken en krijgt daardoor
alles wat haar hartje begeert. Oppervrouwelijkheid, ontvankelijk. We hebben de 9 van Pentakels. Dit is voor mij de mini-keizerin. Het is ongelooflijk. Die plukt de vruchten van haar eigen werk. Die is volledig onafhankelijk, financieel, materieel, emotioneel. Is zij in akkoord met zichzelf, met haar omgeving. Er zit ook heel veel aarde-energie weer hier. In akkoord met de natuur. En we hebben de 6 van zwaarden. Varen naar rustige waters. Iets, een lastige periode vol kopzorgen achter je laten. Dat misschien inderdaad, dat, ja, voor mij is dit de soul search traject. Dit is wonden helen, terug in contact komen met wie je echt bent. In jouw kracht komen te staan. Maar dat is niet gemakkelijk om dat traject te bewandelen. Maar je bent hier precies nu, ja, klaar zijn we nooit. Ook al krijg ik wel het gevoel dat je een bepaalde cyclus daarin aan het afronden bent. Met die 9 van Pentakels. Dus op persoonlijk ontwikkelingsvlak sta jij in je kracht weer terug naar lastige tijden, op zijn minst veel verwerken, veel helen. Maar daardoor sta je nu ook wel waar je nu staat. Dus chapeau. Wat is dan de uitkomst, deze koning van zwaarden, alsjeblieft? Wie of wat is deze koning van zwaarden voor mijn lieve weegschaal? De ridder van staven, de koningin van kelken, het is niet te doen. En de 10 van kelken, ik zei het toch. Dat is de kaart die ik in gedachten had toen ik deze trok. Eeuwige liefde, geluk, harmonie en vervulling. Gelukkig zijn na moeilijke tijden. We hebben hier de koningin van kelken. Emotioneel, open, liefdevol, gevend, ontvangend. Zij is vol overgave naar haar lot, naar het universum. Zij staat emotioneel open. We hebben hier nog een keer een goddelijk koppel. Heel emotioneel in contact en in balans. We hebben spirituele contact en balans. En we hebben de oppermama en de opperpapa met de keizer en de keizerin. Dus als dit een persoon jouw partner is, hashtag wauw. Dus gelukkig na moeilijke tijden, het varen naar rustige waters. Er komt precies een emotionele, vervullend tijd. Een emotionele vervullende tijd aan. De ridder van staven. Nieuwe passie. Of ja, een boodschappen van goed nieuws op passioneel niveau. Dus is dat de passie die terug gaat oplaaien binnen deze connectie. Het rad dat keert, het tij dat keert. Jullie hebben een nieuwe connectie met elkaar gevonden. Voor de mensen die dat iemand nieuw is, is dat inderdaad ook nog eens een heel gepassioneerd persoon. Dit is leeuwenergie. Maar ja, we hebben hier zoveel krachtigere energieën. Dus het kan ieder teken zijn uiteraard. Het is een algemene reading. Maar deze maand maart gaat je emotioneel vervullen. Misschien heb jij, is dat dankzij die flexibiliteit. Goh, je ziet dat niet zo goed, het weer kaatst. Zijn jullie samen heel flexibel geweest om te gaan met de obstakels die op het pad waren? Hebben jullie daardoor nieuwe wegen gevonden om op een nieuwe manier met elkaar om te gaan? Kan. Goh, ga je iets met yoga of fysieke flexibiliteit te doen. Dat kan. Mag ik nog een advies alsjeblieft voor mijn lieve weegschaal? De 3 van kelken. Nieuws dat gevierd mag worden. Aankondigingen van bruiloft, diploma of geboortes. Misschien is er inderdaad iemand zwanger in je omgeving. Of
maar waar je nu kracht uithaalt, waar je nu heel blij van wordt. En misschien ben jij dat. Vrienden die je mag, die je kunt koesteren of die je koestert. Als dat een uitdaging is, het zijn mensen die je inderdaad heel nauw aan het hart liggen. Krijg ik wel het gevoel dat jullie op een gegeven moment wel een manier vinden om het fijn en samen te hebben. We hebben hier nog 2 zevens. De zevens staan voor spirituele ontwikkeling, spirituele ontwakening, je terugtrekken, het lichtje naar binnen schijnen, een beetje hermiet-energie. Dus we hebben de 7 van kelken. Geen getreuzel meer, je kracht ligt in het nemen van beslissingen. Verwarring die voortkomt uit het blijven analyseren van de keuzemogelijkheden. Dus blijf niet analyseren, kies iets en ga ervoor. En verdedig hetgeen waar je voor staat, verdedig je passie, verdedig het. En de 7 van lente. Nog een keer. Wees assertief. Blijf trouw aan wat jij gelooft. Kom onbevreesd voor jezelf op. En dat is je uitdaging deze maand. Dus kom onbevreesd voor jezelf op. Sluit je niet op. Sluit je niet af van... Nee, spreek je uit. Hele mooie, duidelijke boodschappen vond ik eigenlijk. Ik hoop dat het voor jou ook helder was. Laat me weten dus of dit type reading voor jou beter is of juist niet. Laat me weten of dit voor jou resoneerde. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. En ik wens je een ontzettend mooie maart 2021. Vol flexibiliteit en liefde. Ik dank je wel voor het kijken. En ik zeg tot snel.